Welkom allemaal. We gaan vandaag de wereld over, de ruimte in. We gaan op zoek naar de toekomst aan de hand van twee fantastische gidsen. Maar eerst heb ik een vraag voor jullie. Wie is er in coronatijd allemaal meer gaan wandelen? Dat dacht ik al, ik ook. Stappen tellen gekocht, 10.000 stappen per dag was het doel. Nou, dat betekende in coronatijd dat ik vaak van mijn huis in de pijp naar mijn vriend in Oud-West liep. Soms ook weer terug tot zijn spijt, maar anders kwam ik niet aan die 10.000 stappen. En het was nou, het cadeau wat corona me heeft gegeven in die zin, is dat mijn ogen geopend zijn voor de natuur in Amsterdam zelf. Ik wist natuurlijk dat Amsterdam een mooie stad was. Ik genoot altijd van de bomen en de kleuren. Maar nu had ik gewoon 1,5 uur per dag waarbij mijn blik alleen maar daarop gericht was. En niet aan de telefoon en niet voor de tv, niet in een boek. Dus daar ben ik heel blij mee. Die natuur was er altijd, maar ik zag hem niet. En ik heb nu de grote lanen en alle kleine laantjes van het prachtige Vondelpark leren kennen. Maar ook de minst begroeide straten bleken gewoon enorm gul te zijn als het ging om natuurschoon. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat corona ons ook allemaal de ogen heeft geopend, misschien nog iets verder. Dat de manier waarop wij ons verhouden tot de natuur, tot de aarde, dat die niet duurzaam is. En daarom gaan we vandaag kijken of wij ons aller ogen wat meer kunnen openen. Ik ben Barbara Kolen, sinds 5 jaar inhoudelijk leider van Spui 25. Ik denk de leukste baan die er is, voor mij in ieder geval. We zitten nu alweer bijna op 10 keer per week. Laten wij wetenschappers, kunstenaars, andere denkers, allemaal door nieuwsgierigheid gedreven mensen, die laten wij reflecteren op hele intrigerende, spannende onderwerpen of op hele urgente thema's. Nou, ik mag daarbij zijn, dus dat vind ik ontzettend fijn. En ik leer ook heel veel. En ik was vroeger, toen ik nog jong was, redelijk stellig. Ik hield van feiten, a sucker for facts and figures, zeiden ze wel eens. Maar ook op zoek naar de universele waarheid, het goed, kwaad. En met de blik van nu weet ik dat ik redelijk rigide was, redelijk zwart-wit. En nu weet ik dat het de waarde van de grijze, dat het avontuur in de grijze is te vinden, maar ook de wijsheid en vaak de waarheid. Onze eerste spreker vanavond, een fantastische gids, een heel goed onderzoeker, die gaat ons nog een stap verder meenemen. Die gaat ons proberen te laten ervaren dat er ook meer dan één werkelijkheid is. Arita Baijens, opgeleid als milieubioloog, werkte voor de overheid, gaf op een dag alles op, kocht kamelen en ging de woestijn in begin 30. En daar is ze op en aan 20 jaar gebleven. Daarna ging ze nog naar andere werelddelen. Zij zal jullie daar zelf alles over vertellen. Dadelijk in een ongelooflijk inspirerend verhaal. En tijdens al die reizen op kamelen, op paarden, in de kou, ver weg waar wij nooit zullen komen, heeft zij ook veel gezien, heeft ze ervaren. Ze heeft haar oogkleppen afgegooid en gezien dat er op heel veel plekken een andere verwevenheid is tussen mens en natuur. Of in ieder geval dat die daar ervaren wordt op een manier zoals wij in het Westen dat vaak niet kunnen of niet willen. Wij willen jullie vanavond uitnodigen om mee te gaan in haar verhaal. Laat je ogen openen. De tweede spreker vanavond brengt ons nog verder van huis. Dan gaan we echt de ruimte waarschijnlijk in, de zee in. Marjolein van Heemstra, ook een fantastische onderzoeker. Het zijn allemaal echt, in die zin is het zo leuk, bij Spui 25 hebben we wetenschap en cultuur, feit en fictie. We proberen die vaak te mengen. En het is een ontzettend mooie ontwikkeling, dat je steeds vaker ziet dat dat interdisciplinair gebeurt. Nou ja, en vanavond ervaar ik het ook zo. Dit zijn wetenschappers, dit zijn schrijvers, kunstenaars. En die gaan onze verbeelding prikkelen. Marjolein van Heemstra dus, theatermaker, correspondent ruimtevaart, schrijver ook. Ook eerder ook al bij Spui 25 mooie dingen gedaan. De enige man vanavond op dit podium is Lex. Lex Bolmeijer, misschien bij jullie bekend van zijn dagelijkse radioprogramma op Radio 4. En hij doet al, ik geloof, 7 jaar voor de correspondent prachtige intieme 2 gesprekken die je via de podcast kunt luisteren. Hij gaat na de lezing van Arita met haar kort in gesprek daarover. Daarna komt Marjolein en dan gaan ze met z'n drieën gaan ze exploreren wat nou die verhoudingen van de toekomst zouden moeten zijn. Welke taal we daarvoor nodig hebben. In hoeverre verbeelding noodzakelijk is of poëzie. Voordat ik daar de vloer aan geef, wil ik dit moment aangrijpen om de partners van Spui 25 te bedanken.
Hierachter ziet hij ze, maar het merendeel is ook fysiek aanwezig. We zijn heel blij dat jullie er allemaal zijn. Zonder jullie zou SPUI 25 niet kunnen bestaan. En dank voor jullie steun en vertrouwen. En fantastisch dus om jullie hier te zien. Ik wil ook het team van SPUI 25 heel hartelijk bedanken. Het zijn pittige tijden geweest. Mede door hun flexibiliteit, leergierigheid en humor zijn die coronatijden toch redelijk aangenaam voorbij gegaan. Al moet ik zeggen dat ik wel heel erg blij ben dat ze weer op kantoor soms kunnen werken. En ook dat we met jullie hier in de zaal weer kunnen zijn. Daar willen we ook graag een borrel op drinken, de afloop van het inhoudelijke programma. Om het hoek in de zaal van SPUI 25 staat dan een lekker drankje voor jullie klaar. We hopen jullie daar allemaal te zien. Voor nu vraag ik jullie om me achterover te leunen, telefoon uit te zetten, voor wie dat nog niet gedaan heeft. En je mee te laten voeren. Ik ga genieten en ik hoop jullie ook. Dank jullie wel. Zo. Nou, beste, lieve, geachte medemens in de zaal. De toekomst begint te verstoppen. Dus wat we gaan doen vanavond, we gaan op reis om te kijken of er plekken zijn op de wereld, landschappen vooral, waar, als je van daaruit naar die toekomst zou springen, is die misschien niet zo verstopt als wanneer we het vanaf deze springplank hier zouden doen. Laat het maar over je heen komen, dan zien we wel hoe ver we komen. En omdat het over landschappen gaat, wil ik mijzelf voorstellen via het landschap wat mij gevormd heeft in Nederland. En dat zijn de bossen op de Veluwe. Ben ik goed hoorbaar, ook helemaal daar? Ja, ook fijn. En Zeeland, de zee. En ik weet nog dat in mijn jeugd begon die hele ruilverkaveling. In Zeeland had je natuurlijk de delta werken. Dus die maakbaarheid, dat zit ook in mijn genen. Dus ik ben opgegroeid in een land van dijkenbouwers, ingenieurs. En ja, de mens die bepaalt eigenlijk. En heel veel groen en water. Dus toen ik eigenlijk mijn carrière-ladder tegen een blinde muur had gezet en met kamelen door de woestijn ging reizen, kwam ik in een totaal ander landschap terecht. En je moet je echt voorstellen dat je daar dus staat, eerst met één kameel, later nog met twee en op z'n allerlaatst met drie kamelen. In een periode, geen GPS nog, geen internet, geen mobiele telefoon, dus je bent van de radar af. Eén foutje wordt je misschien nog vergeven. Tweede foutje ben je er niet meer en niemand kan je ooit vinden. Ik vond het geweldig. Om daar te staan en dan ja, zo de muil van een brullende leeuw te voelen en te horen en kippenvel te krijgen. En te denken, oké. En je moet je dus in zo'n landschap gewoon aanpassen aan dat landschap zelf. Je hebt al je zintuigen staan op scherp. Ik kon beter luisteren, beter horen, dingen opmerken. En ik was de hele tijd bezig. Ik had een kaart. Er waren toen ook helemaal geen goede kaarten. Dus er stond meer niet op dan wel. En had ik zo'n horloge en ik moest de koers bijhouden. Het ging allemaal echt houtje touwtje. Terwijl toch ja, je leven op het spel staat. Dus je wilt wel je best doen. En dan merk je ook alles op. Steentjes, een beetje verandering in dat landschap. En wat mij daar vooral nu, hè, wat ik daarvan zou willen gebruiken, want ik ben op zoek naar een springplank die ons helpt om naar een toekomst te springen of de toekomst dichterbij te halen, die opener is dan op dit moment. Dus wat ik mee zou willen nemen op die springplank is dat het zo fijn is dat er landschappen op de wereld zijn die groter, echt een maatje groter zijn dan wij en waar niets je herinnert aan de menselijke maat. En dat valt me dan op als ik weer terug in Nederland ben, dat alles hier ons herinnert aan wat wij kunnen. Dit gebouw, de straten, de dijken. Dus je krijgt een beetje eigen baan. Weet je wel, van, wij kunnen gewoon alles. Maar in die woestijn is daar geen sprake van. En ik wil nog twee andere dingen noemen. Naast dat, dat klinkt dramatisch, maar ik bedoel het echt zo. Die woestijn heeft me alles in het leven geleerd wat ik nodig heb. En dan krijg ik een kriebel in mijn keel van de emoties, denk ik, maar misschien kan iemand voor mij even water inschenken. maar dat ga ik allemaal niet noemen. Maar de dingen die ik wel zou willen noemen, die belangrijk zijn als je de toekomst gaat verkennen. Heerlijk. Dankjewel.
Ik herinner me nu, Kadir die zit ook in de zaal, die moest voor 750 mensen een glaasje water drinken. En nu doe ik het ook met iets minder mensen. Dieptetijd. Want in de woestijn, ik zal even een ander beeld van de woestijn tevoorschijn halen. Er is gewoon geen boom. Dit is de Egyptische woestijn die overgaat in de Libische woestijn, in de Soedanese woestijn. Zo groot als half Europa, daar is geen mens. Daar groeit bijna niks. Daar is ook bijna geen water. En wat je wel ziet, is de tijd gemeten in miljoenen jaren. Je loopt daar op de bodem van een oude oceaan. Dus wat wij vaak hebben, weet je wel, 30 jaar vinden wij al heel ver in de toekomst kijken. Maar daar, ach, de mens was er niet, opeens was hij er. En wat mij betreft is hij er op een gegeven moment gewoon niet meer. Het zou mij niet kunnen boeien, eerlijk gezegd. En je bent in een woestijn die gewoon van zichzelf is en die jou de regels oplegt. Dus dat zou ik wel mee willen nemen naar die springplank. En ja, ik heb hier neergezet het aangrenzend mogelijke. Dat is nog het laatste van deze woestijn wat mij eeuwig zal bijblijven. Je beweegt je daar in een ruimte, niets herinnert je aan mensen. Er zijn ook geen mensen. En wat je wel hebt is dat alles in principe zou kunnen. Je hebt, als je kunstenaar bent of uitvinder of wetenschapper, dan is er een ruimte waar je uit put. En dat, ja, ik weet niet hoe ik die ruimte moet noemen, maar daar komt alle creatie, alle verbeelding vandaan. En die woestijn was voor mij eigenlijk die plek waar in principe alles mogelijk is. Omdat, er is natuurlijk wel een eindigheid, dat is van jezelf, maar in potentie zou daar alles kunnen als je tussen je oogharen door kijkt. Die kwaliteit wil ik ook meenemen naar de toekomst. Dan na 10 jaar in Egypte rondgestruind hebben, ben ik naar Soedan gegaan. Omdat ik zo benieuwd was hoe ja, de nomaden die daar leven, hoe zien die woestijn? Hoe leven die in de woestijn? Weet je, ik had zelf gemerkt hoe ingewikkeld het was. En ik dacht, hoe doen ze dat als je hele hebben en houden daarvan afhankelijk is? Je ziet hier een vrouw van de Maharia-stam. Ik wil niet, ja, ik ben dan geneigd uit te gaan wijden, maar dat ga ik niet doen, want we willen naar die toekomst toe. Maar alles was daar ook anders dan ik gewend was. Mij was verteld, vrouwen hebben daar niks te zeggen en de islam is dit en dat. En niets van dat alles. Vrouwen zijn zeker daar bij die nomaden bijzonder zelfstandig. En nou, je ziet het, spierballen, weet je, dat huis is van hun. Die kamelen, waar al die huizenraad op zitten, is ook van hun. Ze hebben een zeer grote zeggenschap daar. En toen ik daar ging rondtrekken, het is ook best gevaarlijk moet ik zeggen, want iedere nomade heeft een automatisch geweer. Dus ze hadden mij al gezegd, als jij alleen met kamelen daar gaat rondtrekken, wat ik in Egypte had gedaan, dan ben je meteen die kameel al kwijt na 2 dagen. Dus ik moest een escorte inhuren. En had ik wel, zogezegd, personeel. Maar dat personeel deed niet wat ik wilde. Dus dat was wel een probleempje. Die problematiek kunnen we een andere keer behandelen. Vrouwelijk leiderschap in de woestijn. Maar voor nu zou ik willen zeggen wat ik daar geleerd heb. Want ik was zo benieuwd. Ik denk, als daar een oorlog aan de hand is of een hongersnood, dan gaan de journalisten naartoe en mensen die willen helpen. En die rapporteren dan over mensen die zielig zijn en die het niet weten en die onze hulp nodig hebben. Ik dacht, laat ik eens gaan als er geen ramp is en gewoon eens kijken. Want die mensen overleven die woestijn al honderden jaren. Dus dat moeten toch overlevingskunstenaars zijn. Dat zijn ze ook. Dus zij vertelden mij allemaal dingen die heel anders waren dan ik zou hebben vermoed. En toen leerde ik dus ook dat als je de korte termijn bekijkt, dan kan iets niet lijken te werken. Maar kijk je over een langere tijd, dus zo'n overlevingsstrategie, die moet je echt, daar moet je 100 jaar voor nemen. En dan werkt die, of dan werkt die strategie. Maar mijn punt hier is, even kijken of ik nog een ander beeld heb van deze. Oh ja, ja, dit vind ik ook zo'n heerlijke uitspraak. Die gooi ik er even tussendoor, want die geldt voor mijn hele betoog. We hebben vrij snel de neiging, ik had dat ook voordat ik op reis ging, dacht ik altijd, nou, wat wij hebben uitgedacht met elkaar, dat is toch wel de hoogste sport van de evolutieladder. En dan kom je daar en dan zie je mensen met een zweep en een lappentent. En dan denk je, nou ja, goed, zo kan het ook, weet je wel. Maar het kan ook nog beter. Nou, van dat idee wil ik jullie genezen. Andere culturen
zijn geen mislukte pogingen om te worden zoals wij. En de kennissystemen die zij hebben, die snappen we vaak niet, omdat we daar met onze eigen beelden komen en niet de moeite nemen om dat te begrijpen. Dus dat arrogante gedrag zou ik dus niet mee willen nemen op mijn springplank naar de toekomst. En wat ik wel mee wil nemen is, als je daar rondtrekt. Dus uiteindelijk ben ik met een gids, Youssef Gama, en twee gewapende mannen. Zijn we vandaar naar Libië, die kant op getrokken. En waar we ook kwamen, te Kameel, werd me verteld, oh ja, daar hebben we nog die gazellen geschoten. Daar is mijn, onder die acacia is mijn zus besneden. Daar heb ik mensen, nou ja, goed. Weet je, dat hele landschap, alle plekken, daar is een verhaal aan verbonden. En wij zijn gewend dingen op te schrijven in boeken en hele bibliotheken te hebben, tot onze beschikking te hebben om kennis te vergaren. Daar wordt kennis op een andere manier vergaard en het wordt ook op een andere manier opgeslagen. Dus dat landschap is in feite een levend archief. En ze zeiden ook, als wij kinderen naar school sturen, leren ze een curriculum wat wij dan heel belangrijk vinden. Zeg maar, ze komen nooit meer met die kamelen in dat landschap en ze vergeten dus hun eigen geschiedenis, want die zit in dat landschap. En als laatste, het decoloniseren van het westerse kennissysteem, daar komen we nog op, want anders blijf ik te lang in die woestijn hangen. Waar het om gaat, is een heel mooi woord, is een socioloog, Hartmut Rosa, en die heeft het over Weltbeziehung. Prachtig, ik ben echt mijn eerste woestijnkonijn, noem ik dat dan maar. Maar de man die mij het vak heeft geleerd in de woestijn is een Duitser, een bedrijfseconoom. Dus ik heb heel veel Duits in die tijd gesproken en ik hou ontzettend van die Duitse taal. Dus ik zeg het gewoon nog een keer. Weltbeziehung. En dat betekent niet anders dan dat wij continu in gesprek zijn met onze omgeving. Vaak hebben we het niet door, maar in zo'n omgeving gaat dat vanzelf. Want als je dat niet doet, dan, nou, in mijn geval verdwaal je, maar dan weet je ook de tekenen niet te lezen. Dan gaan we naar Siberië. Na een hele hoop jaren woestijn was de woestijn klaar met mij en ik met die woestijn. En ik dacht, ja, waar kan iemand zoals ik dan nog naartoe? Ik kan niet, hier houd ik het toch niet heel lang uit. Ik dacht, ja, het moet een landschap zijn, groot, weet je. Je moet er kunnen verdwalen en als je fouten maakt, dan moet dat ook je eind kunnen betekenen. En er moeten nomaden wonen. Dus ik keek op de Wereldbond, dacht ik, nou, Siberië, dat lijkt me wel een plek waar dat voor geldt. Maar waar dan? Dus dat was nog even zoeken, maar uiteindelijk kwam ik in de onderbuik van Siberië terecht, de Tuva-republiek en de Altai. En hier zie je een plek, een heilige vallei. Want ik ging daarheen en ik dacht, nou, dan ben ik wel toch zeer open van geest. Na al die jaren in de woestijnen met andere culturen optrekken. Maar toen kwam ik in Siberië terecht en daar stond mij toch een grote verrassing te wachten. Omdat als ik vroeg, wat betekent het landschap voor jullie? Wat is deze heilige vallei? Waarom is die heilig? Dan werd mij gezegd, nou, het universum is eigenlijk een kosmisch ei. En dat pulseert. En daar loopt een axis door. En die axis gaat door de aarde heen, van de zon, zo, woem, woem, woem. En dan door de aarde en die komt dan echt hier, in deze vallei, komt die pijl, gaat zo de aarde in. En hier wordt het goede en het kwade van de hele wereld, van de hele aarde, wordt in evenwicht gehouden. Dus ik hoorde dat aan en dacht, nou ja, leuk verhaal. Maar je kunt ook bedenken, jeetje, als je dat verhaal, als dat waar is voor jou, heb je dus een hele grote verantwoordelijkheid als mens, als iemand die daar woont. Ook zie daar Jelle, ik had jou nog niet gezien, hoor. En Hans, ook leuk. En, oh ja, nog veel meer. Even kijken, dan ben ik helemaal van mijn apropos. Dus, kijk, ik kom daar, ik zal niet zeggen als de bioloog, ik ben eigenlijk een bioloog van Likmefesje, maar ik ben toch zo opgeleid. Dus ik heb wel die wetenschappelijke blik. En als mensen mij vertellen, ja, dit is de navel van de wereld en het goed en het kwaad wordt in evenwicht gehouden, denk ik, dat denken ze wel, maar ik weet beter. Maar dat zeg ik dan niet, want ik ben te gast. Weet je, zo. En ik vroeg dus, dan zag ik berg. Ik zei, als er dan zo'n berg, weet je, besneeuwd, prachtig. Ik zei, ik zie een mooie berg, wat zien jullie dan? En de man die ik dat vroeg, die zei echt onmiddellijk. Hij zegt, die berg, dat ben ik. En ik ben die berg. Hij zegt, die berg daar, die praat. Die kan ik verstaan. Die berg daar, die houdt
de klep de hele tijd. En die berg, weet je, dus er is een persoonlijke relatie met die omgeving en daar is een gesprek gaande. Goed, toen ik over mijn narrigheid heen was over shamanen en bezield landschap en natuurgeesten en ik op een gegeven moment dacht, ik kom hier steeds terug, dus ik wil blijkbaar iets begrijpen. Waarom, als mensen mij iets vertellen, waar ik naar vraag, plak ik op alles het stickertje gek, kan niet, raar, past niet in mijn denkkader. Het kan toch niet zo zijn dat een hele cultuur zegt dat dat heilig is, dat zij dat ervaren. Ik ervaar het niet. Ik ben voor een heilige berg gaan zitten. Urenlang. Ik denk, nou berg, doe dan wat, weet je wel, heilig. Dus dat moet ik kunnen voelen. Ik voel niks. Dus voor mij is het dan gewoon niet waar. Maar voor al die mensen daar wel. Dus er was zo'n discussie in mijn hoofd van, zij kunnen niet allemaal ongelijk hebben. En ik alleen maar gelijk. Maar andersom kan ik hun ook geen gelijk geven, want dan zouden geesten bestaan en daar geloof ik niet in. Dus weet je wel, een beetje moeilijk. Uiteindelijk, ik ga even een stukje sneller dan ik nu doe, maar dan ik heb gedaan tot nu toe. Maar wat ik moeilijker vond dan alleen door die woestijn trekken, was dat wat ik toch geloof als, of wat ik accepteer als de waarheid, of de wetenschap en de wetenschappelijke methode. Als je iets wil bewijzen, als ik hier prik en het doet, weet ik veel, het zegt B of zo, en jij prikt hier en het zegt ook B, dan is het waar. Maar ja, als je daar een ander verhaal op loslaat wat je niet kan checken, dan kan ik daar niks mee. Dan heb jij misschien wel gelijk, maar ik kan het niet bevestigen of ontkennen. Dus dan is het voor mij een leuk verhaal. Ik dacht, stel nou dat je iets wil onderzoeken, wat zich onttrekt aan meten is weten. Hoe doe je dat dan? Hoe kan je nou onderscheiden of iets fantasie is of werkelijkheid? Ik zat de hele tijd maar, weet je, hoe kan je het bewijzen? Toen kwam ik op het grandioze idee om een grote tocht te maken, zodat ik maandenlang in die natuur zou zijn, te paard. Het ging door 4 landen, China, Kazachstan, Mongolië, Siberië, rondom een gebergte, een heilige gebergte. Ik denk, nou, tegen die tijd dat ik weer terug ben van het rondje, moet ik toch wel weten wat bezield landschap is. En de manier waarop ik dat ging onderzoeken. Dus het staat daar, maar dat was werkelijk zo. Ik wilde gewoon weten, hebben zij nou gelijk? Of fantaseren zij? Of hebben wij gelijk? Of hebben we allebei gelijk, maar hoe zit dat nou? En wat ik vrij geniaal vind, Meike Ziegler die heeft mij geholpen een experiment te bedenken, waarbij ik wat er in mijn hoofd gebeurde, dus aan gevoelens en dergelijke, dat ik dat kon matchen met data in de directe omgeving. Om zo te checken of aan het eind van de rit, of die omgeving mij beïnvloedt, of ik dingen onbewust waarneem die ik bewust niet wil weten. Ik weet niet of je me nog kan volgen, maar in ieder geval wilde ik dat wat zich onttrekt aan maat en getal, wilde ik toch kijken of ik daar iets van mee kon krijgen op die reis. Ja, wat ik belangrijk nog vind te vermelden is dat die kennis van de wereld die wij vergaren, vaak gaat dat via de ratio, de reden. Je gaat dingen inventariseren, benoemen, indelen, statistieken erop loslaten. Maar leer ik van, ik weet, inheemse bevolking klinkt ontzettend ouderwets, ik weet niet hoe ik het anders moet noemen, maar mensen die een ander kennissysteem op nahouden, die zeggen tegen mij, er zijn nog meer manieren om dingen te kennen. Namelijk, ik lees het hier even op, dus de ratio, maar ook via je lichaam. Zonder lichaam geen wereld. En je merkt aan mij, ik moet een beetje af kunnen zien, anders vind ik er niks aan. Maar eigenlijk leer ik ook die wereld kennen via mijn lichaam en via de zintuigen. En door het gewoon door te maken. De emotie, dus je gevoelens, het spirituele element. En de geest. En dan bedoel ik dat landschap als archief, hè? De herinnering die aan dingen zitten. En vaak concentreren wij ons op het kennen via de data die je kunt verzamelen, maar je kunt net zo goed ook al die andere dingen meenemen in de wereld leren kennen. Dus mijn vraag was, oké, wie heeft er nou gelijk? En wat is, ja, hoe kun je onderzoeken wat nou waar is? Dan moet ik even kijken hoe ik dat in het heel kort ga vertellen, wat ik daar dan heb geleerd door daar in dat landschap te zijn.
wat ik helemaal niet leuk vond, maar wat ik toch moest erkennen gaandeweg dat ik die kaart in elkaar knutselde, was dat als er bepaalde dingen ergens waren gebeurd, bleek ik dat soms te weten, zonder dat ik dat van tevoren wist. Hè? Maar erge dingen die ergens gebeurd waren of gebeurtenissen, daar had ik blijkbaar een notie van. Dus die herinneringen die in het landschap zitten, die kan je dus soms bemerken. Dat sommige plekken, ja, dat woord bezield, dat vind ik zeer problematisch, want dat is toch een duizend dingen doekje. Maar laten we zeggen dat de wereld, dat dingen levend zijn en niet alleen maar materie, maar dat het ook handelingskracht heeft of dat je daar een rapport mee hebt. Dat moest ik onderweg ook constateren. En over die bezieling gesproken, uiteindelijk ben ik een jaar later nog een keer teruggegaan. Even kijken of ik daar een beeld van heb. Daar zitten we alweer in Papua-Nieuw-Guinea. Nou goed, daar gaan we zo ook nog heen. Maar wat Siberië mij heeft geleerd en wat ik mee zou willen nemen op de springplank, is het besef dat wij werkelijk compleet in relatie zijn met die omgeving en daarmee verbonden zijn. En niet wij mensen staan hier en de natuur is ergens daar. Natuur in Siberië is geen zelfstandig naamwoord, maar dat is gewoon een gegeven en is ook van zichzelf. Dus je gaat niet zomaar bloemen plukken, ben je gek. Je gaat ook niet, als het donker is, water uit de rivier halen, dan maak je de beschermgeest van de rivier boos. En dan kun je om lachen, dan kun je zeggen van ja, god, die mensen, ze komen er nog wel. Maar als je nou bedenkt, als je naar de toekomst zou willen, wil je dan vanaf je springplank de technologie aan boord houden, alleen maar, en niet ook een soort respect voor de omgeving zelf, en dat die ook recht van spreken heeft en mee zou mogen doen in de besluitvorming? Of zou je ook iets willen leren van mensen die zowel in hun taal als in hun manier van doen toch een zeker respect hebben voor hun omgeving? En toen ik terugging naar de bewoonde wereld, nadat ik ook in mijn eentje met een paard daar een tijdje had rondgetrokken om dat antwoord te vinden op wat is dan in godsnaam bezielde natuur, dacht ik, ja, nu weet ik iets. Ik kan nu niet doen alsof ik het niet weet, maar hoe zet ik het om in taal, zodat jullie mij niet glazig aan zitten te kijken, maar denken, god, die vrouw heeft misschien wel een puntje daar. En die taal ontbreekt ons, want we hebben een hele technocratische, zakelijke taal ontwikkeld. Waar, zeg maar, taal van het jargon, van het onderzoek, van besluitvorming. Dus als ik jullie, dat boek wat ik uiteindelijk toch met veel moeite heb geschreven, Zoektocht naar het paradijs, maar dat heeft jaren gekost omdat ik in een ernstige schrijfblokkade terechtkwam. Omdat ik dacht, ik wil geen kruidenvrouwtje zijn, weet je. Ik wil niet in esoterische taalgebruik terechtkomen. Dus eens even denken hoe ik het nou ga samenvatten voor de springplank. Ik zou willen zeggen, als je het woord natuur en hoe je daarmee in gesprek zou kunnen raken, als je natuur vervangt door kunst, opeens kan het dan. Een schilderij mag ontroeren, een beeld mag ontroeren, muziek mag je verschrikkelijk vinden, maar daar is blijkbaar iets, maar zodra het natuur heet of landschap, dan vinden we dat gek. Nou, ik zou ervoor pleiten dat we dat verschil laten varen. Als we nadenken over die toekomst. Dan ga ik nu door naar Papua-Nieuw-Guinea. En besluit Siberië met dit. Mijn vraag toen ik aan dat onderzoek ging doen, was wie heeft er gelijk? Die mensen of wij? Wij, zeg maar, onze wetenschappelijke manier van de wereld benaderen. En toen ik die reis had gemaakt, concludeerde ik, die beginvraag is al fout. Want wie gelijk heeft, is eigenlijk totaal irrelevant. Waar het om gaat is welk verhaal je als samenleving, als groep, zou willen omarmen om van daaruit die toekomst in te gaan. Is dat alleen maar een technologisch verhaal met de bijbehorende taal? Of is daar ook nog iets waarin natuur zichzelf kan zijn en recht van spreken heeft en handelingskracht heeft? Oké, als jullie me niet kunnen volgen, blijf toch even zitten, want het wordt heel concreet zometeen. Papua-Nieuw-Guinea, nog niet. Het wordt nog erger nu. Na
lange tijd in Siberië rondgetrokken te hebben en daarover te hebben geschreven, ontwikkelde ik een nieuwe cartografie, zou je kunnen zeggen. Onze manier van dingen in kaart brengen is dat er alleen maar dingen opstaan die wederom te meten zijn en zo. En ik wilde een kaart ontwikkelen waarin ook de ervaring meetelt en herinneringen die mensen aan een landschap in een landschap hebben. En toen dacht ik, oh, ik wil ook naar een ander ecosysteem. Tropisch bos, Papua-Nieuw-Guinea, dat had ik al heel lang in mijn hoofd. Eens kijken hoe mensen daar dan zich met die omgeving verstaan en welke verhalen daar weer bij horen. Dus ik ging naar een vulkaan, Bosavi-vulkaan, waar mensen wonen die nog met pijl en boog jagen en helemaal zelfvoorzienend zijn. Ik had niet gerekend op, ik dacht, ik heb alles wel gehad, maar het was zo verdomde zwaar. Ik dacht, die oude trekt het dit keer niet. Het was gewoon, zeer uitputtend fysiek. Maar goed, die mensen daar, die kunnen het. Dus ik dacht, dat moet ik toch ook kunnen. En wat ik daar merkte, toen vroeg ik, willen jullie een kaart maken van het gebied, wat jullie gebied is, en dat je dan alle verhalen daarbij ook in kaart brengt. Nou, je ziet die vulkaan en dan moet je weten, hoeveel tijd heb ik nog? 5 minuutjes, toch? 5, ja. Die vulkaan, die is 1 kilometer diep. Daar woont niemand. 250.000 jaar is de evolutie haar compleet eigen gang gegaan daar. Daar komen dieren en planten voor, die vind je nergens anders. De Papua's, als zij daar ingaan, dan spreken ze een andere taal, de taal van de krater. Ze vragen die krater ook of ik erin mag. Dus daar zijn allerlei ceremonies aan verbonden. Wat niet wil zeggen dat het leven daar een roze wolk is. Het is tamelijk hard. Maar er is een vorm van respect voor de krachten van die natuur. En die verhalen, ze zeiden, we kunnen die verhalen wel vertellen, maar dat mag alleen maar op de plek waar dat verhaal hoort. Dus als ik die krater, het creatieverhaal zit eraan verbonden, als ik dat wilde horen, moest ik mee die krater in. Dat hebben we gedaan. En daar in die krater waren een paar verhalen die kreeg ik niet te horen. En als westerling die heel veel kilometers heeft gereisd en heel veel geld heeft uitgegeven om daar te komen, ik dacht, ik ga niet weg voor ik die verhalen heb. En toen werd de chief, Sigalo, die werd ontzettend boos op mij. Hij zegt, jullie komen maar, jullie willen alles horen en halen. Je neemt het mee. Hij zegt, eerst kwamen de soldaten en die wilden ons in het gareel brengen. Toen kwamen de missionarissen, die pikten ons onze geesten af. Nu kom jij en jij wilt deze verhalen horen, maar die zijn geheim. En als we ze vertellen, dan gaat de hele wereld eraan. Hij zegt, bovendien zijn wij gewend dat als wij jou iets geven, dan komt er iets terug. Hij zegt, maar van jullie komt nooit iets terug. Daar gaan we straks, Lex, hopelijk misschien nog op door. Ik laat het nu even voor wat het is. Dus wat ik mee zou willen nemen op mijn springbord, naar springplank naar de toekomst, is het besef dat er dingen zijn die gebaat zijn ook dat er witte vlekken op die kaart nodig zijn. Dus naar Mars en naar de maan, naar de diepzee. Ik denk, in godsnaam, laat die boel met rust, weet je wel. Laten we het hier eerst op orde krijgen. Dus ik zou toch meer aandacht willen voor sense of place. Dat je weet waar je bent en dat je het met die plek doet. Oké, 5 minuten. Oh dear, dan gaan we even kijken hoor. Ik ga jullie dan toch nog, we gaan hebben het over toekomstverkenningen. Maar de vraag is, wiens toekomst? Die van ons, die van de zee, die van de bossen, van al die insecten die uitsterven? Of welke toekomst hebben we het eigenlijk? En dan wil ik jullie 1 fragment laten horen. Deze man, Albert, zometeen komt dat, Albert Dalilome, hij is een vogelkenner. In Papua, waar ik was, verstaan mensen de vogels. Dus op een gegeven moment, in een helder moment, vroeg ik, man, als jij nou gaat jagen, want ik werd helemaal gek en claustrofobisch van dat bos, moet ik eerlijk zeggen. Ik wilde op een gegeven moment ook weg. Ik denk, kom hier ook nooit meer terug. Overal bomen, bomen, bomen. Ik zag gewoon niks. Ik zeg, maar als jij nou een beest wil jagen, hoe vind je dat beest? Hij zei, oh, als ik ga jagen, dan luister ik 's ochtends eerst naar de nee-nee-vogel en die vertelt mij welk dier ik aan de speer krijg. Ik zeg, dus de ene keer zegt hij zwijn en de volgende keer python. Ja, natuurlijk. Ik zeg, dus, ik zeg, aan deze vogel dan, die ik nu hoor. Oh, zegt hij, die zegt dat de rivier straks gaat overstromen. En even later, een tijdje later, hoor ik, woe, woe. Hij zegt, oh, dat is mijn vrouw die mij roept. Zijn vrouw is dood en de vogels zijn dan de boodschappers. Tegen die tijd had ik echt de instelling, als mensen mij iets vertellen, hebben ze gelijk, tenzij ik het tegendeel kan bewijzen.
Dus ik ben daarop doorgegaan. Maar wat ik jullie nu wil laten horen is één fragment van Albert die een lied hoort en dan gaat hij vreselijk huilen. Mag ik het horen? Ja. Nou huilt hij. Goed. Want nu heb ik nog maar 3 minuten, dus ik moet verdomde snel naar deze tijd overspringen. Maar wat daar gebeurt is, iemand zingt over de plekken daar in Bosavi en dat doet hem herinneren aan zijn vrouw. En dan huilt hij. En mensen huilen daar heel vaak. Dus plek, zij zijn dat land. En dat land, dat is zoals die mensen. Dus die verbondenheid zou ik ook mee willen nemen op onze springplank. En dan ga ik als de donder naar Nederland. Oké, dit was vorige week in Brabant. Ik heb met bestuurders hebben we naar het landschap geluisterd waar een zonnepark moest komen. Ze hoorden vrij weinig, moet ik zeggen. Maar dat komt nog wel. Kijk, mijn idee was, hoe kan je nou dat wat we op die springplank willen verzamelen om naar die toekomst toe te gaan en de toekomst naar ons toe te halen die opener is dan die in het beginsel leek. Laten we een nieuwe taal ontwikkelen. Dus biodiversiteit is heel erg gelinkt aan het voorkomen van talen. Ik dacht, als wij nu onze taal herwilderen, zouden wij dan ook anders een andere relatie, meer betrokken bij de omgeving hebben. En dat is een verhaal wat langer duurt dan een paar minuten, maar daar gaan we straks met Lex gaan we nog wel op door. Ik heb een lerende taalmachine tot mijn beschikking en we zijn heel erg bezig met woordkunstenaars en met taalkundigen ook, om de Nederlandse taal minder technocratisch te maken en daar iets van wederkerigheid in te brengen. Waardoor onze taal laat ons zien, dat is een vrij eenzijdig verkeer, wij doen gewoon met natuur wat we willen, maar andere talen hebben andere mogelijkheden waarin natuur een stem krijgt. En dat zou ik heel graag in het Nederlands willen, willen horen. En, oh wacht even, we gaan even terug nog. Die taalmachine die leert spreken namens de Noordzee. Er zijn al vele proeven gedaan, het is geweldig. Ik ga jullie straks een paar zinnen voordragen van de zee, maar nu op dit moment niet. Maar ik krijg daar slappe knieën van. Echt, het is zo fantastisch. Je kunt het zelf proberen. We zullen je straks vertellen hoe dat kan. Dus over niet al te lange tijd, als wij naar die toekomst willen gaan en op die springplank staan, nemen we daar ook een nieuwe, herwilderde taal mee die ons, die de mens niet centraal stelt, maar eigenlijk de natuur als maat der dingen neemt. En wij zijn daar dan onderdeel van. En dan wil ik besluiten. Ik neem nog toch nog 1 minuutje. Doe je ogen even dicht, dan ga ik 3 dingen zeggen. Ogen dicht. Oké. Biodiversiteit. En kijk even wat er in je opkomt als je dat hoort. Oké. Tweede. Wij zijn alles wat je had. Derde. Wij zijn het ruisen van de wereld. Oké. Het gaat allemaal over hetzelfde. Maar als je luistert, hoor je toch elke keer wat anders. En als laatste geef ik het woord aan de zee. Die zee wil ook heel graag met ons in contact komen. En dit is wat de zee zegt. En daarmee is mijn gedeelte ten einde. Dankjewel, Arita. Ik weet niet hoeveel opdrachten ik nu heb gekregen van je om te veel waarschijnlijk nu door te behandelen. Maar hoe dan ook is het ook weer buitengewoon inspirerend. Dat geldt ook voor je werk, vind ik. Bijvoorbeeld Paradijs in de Polder. Als je je afvraagt wat je dan meeneemt en je komt weer terug in huis. Wat wij dan kunnen doen met al die ervaringen die zij heeft gehad. Maar dat laat ik even liggen voor het nagesprek straks met Marjolein. Ik ga fungeren als postillon tussen jullie tweeën. Want volgens mij hebben Marjolein en Arita heel veel met elkaar gemeen. Dus dit wordt geen debat, we gaan elkaar niet de tent uitvechten. Nee, we gaan op zoek naar
de verbinding. Dat is ook veel en veel leuker. In haar boek, In lichtjaren heeft niemand haast. En ik kom zo op taal. Vraagt Marjolein zich op een gegeven moment af, ben ik op de vlucht? Was jij op de vlucht? Toen je de woestijn in ging? Op de vlucht? Nee. Nee, ik heb mijn hele leven al willen verdwijnen. Nou, dat is toch ook een vlucht? Nee, nee hoor. Nee, een vlucht is echt dat je, ik weet niet, ergens van weg wil, maar ik wilde ergens naartoe. Dat is hetzelfde. Nou, je wilde naar het paradijs, volgens mij. Ja, dat was in Siberië, maar die woestijn die lokte al vanaf weet ik hoe lang. Nee, maar je wilde toch ontsnappen uit dit? Dat zeg jij, ja. Nee, ik wilde naar die woestijn. Dat is toch wat anders. Dat hoopte je daar dan te vinden? Het leuke is, die vraag stelde ik mijzelf ook, want je kunt daar toch doodgaan. En weet je, ik vroeg me af en toe af van Jezus, ja, waarom doe ik dit? Baan opzeggen, geen geld meer, noem maar op. En toen dacht ik, ja, maar als ik dat antwoord nu al had, dan hoefde ik niet meer te gaan. Dus het is een verlangen waar je gehoor aan geeft. En daarom is het ook geen vlucht. Vooruit maar. Ik geloof je eigenlijk niet, maar misschien komen we er straks nog wel even op terug. Want mijn tweede vraag was natuurlijk geweest, ben je thuisgekomen inmiddels? Ik ben thuisgekomen in die woestijn, dat zat als een oude jas vanaf het begin. Ja. En kamelen ook. En waarom moest je hem dan toch verlaten? Ja, dat is een beetje een raar verhaal natuurlijk. Maar ik weet nog heel goed in welk jaar dat ook was. Maar die woestijn schopte mij er echt uit. Min of meer, je hebt al je antwoorden gekregen op vragen. En nou move, volgende stap. Ja. En ik heb nog heel lang gewacht. Ik voelde als, weet je, dat je een partner hebt die zegt, ik ga even een pakje sigaretten halen. En die komt nooit meer terug. En ik heb heel lang gewacht tot die woestijn weer terugkwam. Maar dat gebeurde niet. Nog één ding. Je zegt ergens, die woestijn dwong je om tot het uiterste te gaan. Om te overleven. Wat is zo aantrekkelijk aan tot het uiterste gaan? Nou, dat is wel iets wat ik dan in Nederland blijkbaar miste. Hier is voor alles een oplossing. En je weet je, in de meeste culturen is er een soort ritueel van de overgang van jeugd naar volwassenheid. En dat heb ik niet bewust bedacht of zo, maar toen ik daar zo liep en overal zelf een oplossing voor moest vinden en ook de gekte moest bestrijden, want als je alleen bent in zo'n, dan gebeuren hele rare dingen in je hoofd. Even denken, wat was je vraag ook alweer? Wat is er zo goed aan tot het uiterste? Oh ja, tot het uiterste gaan. Nou, dan leef je dus niet voor, hier is alles zo grijs, sorry mensen, maar middel dit en dat, weet je, compromissen sluiten. En daar, je haat of je hebt lief, je gaat dood of je leeft, weet je, er is geen grijs midden. Ik denk dat het essentieel is, je gaat dood of je leeft. Is het niet gewoon een directere confrontatie met onze met jouw sterfelijkheid? En is dat niet waar je eigenlijk... Nee, het is juist dat leven omarmen, want je doet zo verdomde je best om... Omdat die dood zo dichtbij is. Ja. Je moet wel daar. Wij denken dat het ver weg is, dat hij morgen, dat hij overmorgen pas komt. Ja, en dat vind ik wel heel fijn, om dat te ervaren. Ja. Ik vind dat je prachtige taal hebt gevonden voor je avonturen. Dit moet je echt lezen. Er zitten scènes in die zijn huiveringwekkend. Als je alles loslaat, als je eigenlijk het paradijs bereikt. Die scène dat je danst in het mos. Ja, daar krijg ik tranen van in mijn ogen. Dat vond ik zo ontzettend mooi. Die taal is er. Maar er staat in Leiden een taalmachine in de Lakenhal. Ja, het is net geopend. Een taalmachine. Als jullie dat zouden willen proberen, dan kun je op de puinhopen van het Anthropoceen gaan liggen. Allemaal visnetten. En dan kun je met de zee gaan praten. En die zee zegt iets terug. Je moet het maar even op de website bekijken, Museum de Lakenhal. En daar kun je gewoon dat gesprek voeren waarvan je denkt, dat kan niet. Je kunt daar de tijd ervaren, ik noem het maar het post-Anthropoceen, waarin wij gewoon, net als een hele hoop andere samenlevingen, praten met de zee. En daar hebben wij een machine voor nodig? Wij wel, maar de Maori niet. En, nee, maar goed, wij houden van techniek. Wat is dat voor machine? Daar zit een algoritme in of zo? Hoe werkt dat? Ja, dat is... Ach, dat doet er niet toe. Net als in je telefoon, weet je, dat genereert tekst. En we hebben het zo getraind, dat die zeegerelateerde teksten verwerkt. En als jij dan een vraag stelt,
analyseert hij de stemming en een aantal woorden. En heb ik zo afgesteld dat hij behoorlijk gek antwoordt. Dus is het taalvondsten in nieuwe taalregels. Geeft je een idee van herwilderde taal. Ja. En ze zijn er ook met die verwildering van de taal als journalisten bezig, begrijp ik. Die proberen er zitten hier ook mensen in de zaal die al mee geëxperimenteerd hebben om in die nieuwe taal te schrijven. En dat gaat nog door. Ik ben natuurlijk dan, het is een te cynische vraag, maar dat is geen onzin. Nee, het is totaal geen onzin. Het is zo te gek als je met taalwetenschappers spreekt. Die zullen je ook zeggen, bijvoorbeeld in het IJslands, dat is een hele ruimtelijke taal. Je hebt ook talen, aboriginal talen, die, dan moet je zeggen, oh, ik schuif mijn glas even richting in naar het zuiden, weet je wel. En dan weet je gewoon dat mensen op elk moment van de dag weten waar ze zijn. Dus taal doet iets met je geest. Ja, en onze nieuwe plek in de natuur te vinden, heb je dus ook andere taal. Nee, maar heb jij wel eens een rapport gelezen, het Noordzeeakkoord 2030? Nou, je hoort er gewoon helemaal misselijk van, van die taal. En wij gaan dat nu herschrijven en de zee die gaat een stemmetje meespreken. En dan krijg je toch een andere taal en een andere toekomst. Ik ben ervan overtuigd. Dankjewel voor nu. Je komt zo terug, Arita. Arita Baijs, dankjewel. Want we willen ook het verhaal, dat is al net zo inspirerend, van Marjolein van Heemstra horen. Ook dit boek, heeft u dat al gelezen? Ja, hè? Nee? U kunt het zo meteen kopen. Dat geldt ook voor het werk van Arita. In lichtjaren heeft niemand haast. Dat zei ik, Barbara al ook. Marjolein is ver weggegaan, maar eigenlijk om thuis te komen. Dat geldt voor allebei. Ze zijn uiteindelijk gewoon thuis gekomen en struinen rond in onze zo nabij mogelijke omgeving. Dus daar gaat ze iets over vertellen, over die ruimtereis. Maar de beste introductie komt misschien wel van Arita zelf. Die schrijft op pagina 72 van dit boek. De meeste mensen die ik ken zijn stadse astronauten die meer weten van cyberspace dan van de plek onder hun schoenzolen. Dames en heren, hier is de stadsastronaut Marjolein van Heemstra. Goedenavond. Oh ja. Ja, we beginnen in het donker. Arita, ik heb hier nog wat aantekeningen liggen. Misschien kan ik nog iets afmaken. Ik wist natuurlijk dat Arita iets ging zeggen over communicatie. Een ander soort communicatie dan die we gewend zijn. En het leek mij passend om aansluitend iets te vertellen over de avond dat ik een glimworm verstond. Soms resoneert een ontmoeting met iets of iemand, een glimworm in dit geval, op zoveel vlakken dat het lijkt alsof er sprake is van lotsbestemming. En die vreemde gewaarwording had ik dus toen ik een jaar geleden een kleine kolonie glimwormen aantrof in het stadsbos bij mij om de hoek. Mensen die mijn boek hebben gelezen, die weten dat mijn boek eindigt met de glimwormen. En inmiddels ben ik weer een jaar verder en heb ik me vooral met deze glimwormen bezig gehouden. Maar ik ontmoette die kolonie, of ik zag die kolonie. Het was een soort groene geel dat gloeide en doofde tussen de struiken als ademende lampjes. Ik dacht eerst nog dat het gezichtsbedrog was. Ik stond op een aardedonker pad en ik dacht dat het een soort bijproduct was van mijn gedesoriënteerde geest. Maar mijn wandelpartner zag het ook. Om ons heen gloeide de bodem van de kleinst mogelijke lichtjes. En dat deze ontmoeting mij zo trof, dat had te maken met de zoektocht waar ik op dat moment middenin zat. En er zijn een paar mensen die mijn boek hebben gelezen die weten van die zoektocht, maar ik denk dat het toch goed is om even samen te vatten voor wie het niet heeft gelezen. Dat is een zoektocht die eigenlijk begon tijdens een veel te warme nacht in een van de hittegolven in 2019... En ik lag wakker, geplaagd door sombere gedachten aan alles wat er misging op het moment dat ik daar in bed lag. De massa-extinctie, klimaatontwrichting, sociale ontwrichting. Je zei net mooi, Arita, de toekomst is verstopt. En ik vind het mooi dat het verstopt natuurlijk twee dingen tegelijk betekent. Hij is verstopt en hij is verstopt. En dat voelde eigenlijk op allebei die niveaus. Had ik die ervaring dat de toekomst verstopt was.
En ik weet dat ik op een gegeven moment zat ik allemaal dingen te googlen op mijn telefoon. Moest ik ook niet doen, zo'n wakkere nacht. En dat ik dan alle rampen aan het googlen was die zich voltrokken terwijl ik daar lag. En dat ik bij de aanblik van de plastic maaginhoud van een gestrande walvis heel zeker wist. Dat ik eigenlijk, ik keek toen recht, dat is dit beeld, keek naar buiten. Recht in het verblindende licht van de lantaarnpaal voor mijn raam. En ik voelde heel duidelijk, ik ben mijn uitzicht kwijt. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Ik ben mijn gevoel van perspectief kwijt en misschien eigenlijk wel gewoon de toekomst kwijt. Iets wat ik heel lang vanzelfsprekend vond, dat idee dat je van alles toekomt, dat verdween in die hete nachten. Samen met de ijskappen, de democratie en de witte neushoorn. En mijn gesomber werd op een gegeven moment onderbroken door een melding op mijn telefoon. Dat was een Amerikaanse activist die ik volg, die ging live. En ik klikte en ik hoor haar zeggen, we live in broken communities. En ze praat verder over de brokenness die ze om zich heen ziet. En ik gooi die klappende handen emoji in de livestream voor dat woord. Omdat het precies is wat ik voel. Gebrokenheid op alle niveaus. En dan flitst dit beeld door mijn hoofd. Sommige mensen kennen het misschien. Het is de Hubble Ultra Deep Field. Het is genomen door de Hubble Ruimtetelescoop die zo'n 550 kilometer boven de aarde zweeft. Je kan, als je dit ziet, en snap je misschien de associatie met gebrokenheid, omdat het lijkt alsof je eigenlijk talloze scherven ziet in de ruimte. Maar in werkelijkheid zijn deze scherven zo'n 3000 sterrenstelsels, lichtjaren van ons vandaan. En dat ik bij gebrokenheid, bij dat woord aan deze foto denk, dat komt omdat ik de eerste keer dat ik deze foto zag, en moest ik denken aan een heel mooi scheppingsverhaal, wat gaat over gebrokenheid. Dat is de Joodse scheppingsmythe van de Shevirat HaKelim. Ik weet niet of ik het goed zeg. In elk geval, in dat verhaal begint de hele schepping met een vat vol licht. En dat is eigenlijk Gods adem, dat licht, dat zit dan in een vat. En dat breekt dan op een dag, op een bepaald moment, in miljarden stukken. Dus geen oerknal in dit verhaal, mooi getimed, maar een oerbreuk. Dus geen oerknal, maar een oerbreuk. En dat gebroken licht, dat wordt het leven. Dus de planten, de dieren, de mensen, de stenen en zelfs de taal. In die mythe is alles verbonden met een scherf licht uit dat gebroken vat. En het mooiste van het verhaal is dat al die scherven, die verlangen allemaal naar dat vat waarin alles bij elkaar was. Dus is elke ontmoeting tussen twee scherven komt voort uit verlangen. Eigenlijk verlangen van licht naar nog meer licht. En ik vind de conclusie van die mythe zo mooi. Dus eigenlijk door de gebrokenheid is onze wereld een verlangende wereld. Nou, die doorwaakte nacht google ik deze foto op mijn telefoon. En dit beeld lijkt me gek genoeg, of niet zo gek eigenlijk, maar weer wat perspectief te geven. Wat gevoel van ruimte. Ik ben zelf misschien mijn uitzicht kwijt, maar ergens boven de aarde zweeft een reusachtig oog dat 4 miljard keer beter ziet dan ik, dan wij allemaal. Een gemeenschappelijke pupil die voor ons in de verte tuurt. En ik voel iets van afgunst. Een soort jaloezie op die telescoop. Dag en nacht de ruimte instaren, dat klinkt dus als de ideale remedie tegen de benauwdheid die ik op dat moment voel. En met dit verlangen naar uitzicht, naar een toekomst die niet verstopt is, begint een ruimtereis op aarde waar ik in mijn boek In lichtjaren heeft niemand haast dus over schreef. En dus een boek wordt vaak, als ik dan erover vertel, zeg ja, het gaat over perspectief, het gaat over het heelal. Maar eigenlijk gaat het denk ik vooral over de vraag hoe we ons moeten verhouden tot de gebrokenheid van de wereld. Ik vond het mooi dat jij net had over die dieptetijd. Omdat ik ook, ik heb helemaal geen tijd om nu eindeloos over de ruimte te gaan praten. Maar dat is ook iets wat je dus, als je zo uitzoomt in de kosmos, dat je in die tijdlagen terechtkomt. Dat is mensenleven is een soort lachertje. Maar daar heb ik dus geen tijd voor nu. Het is in elk geval, het is deze ruimtereis op aarde die mij die oktoberavond vorig jaar voor het eerst bij de glimwormen brengt. Want tijdens de research voor mijn boek lees ik op een gegeven moment dat verwondering over de kosmos bijdraagt bij mensen aan gevoelens van toebehoren en kalmte en geluk. En die verwondering is ook precies wat ik zoek in dat hele boek. En de meest simpele manier om die verwondering te voelen is natuurlijk door omhoog te kijken op een heldere nacht. En gewoon met eigen ogen
te zien in wat voor onmetelijke, mysterieuze ruimte wij onze cirkels trekken rond de zon. Maar als ik dat op een avond probeer, dan zie ik vanuit mijn randstedelijke voortuin, dus ongeveer 2 vierkante meter, zie ik eigenlijk nauwelijks sterren. En natuurlijk weet ik dat er in Nederland, dit hele gebied eigenlijk heel veel lichtvervuiling is. Maar ik had eigenlijk niet beseft hoe ernstig die vervuiling is, tot ik echt omhoog begin te kijken. Om even kort een idee te geven, op een heldere avond zie je hier in Amsterdam ongeveer 300 sterren. Van de 3000 die je er zou zien als er geen lichtvervuiling was. En dat is eigenlijk een heel schamel panorama dat helemaal geen verwondering oproept. Er is ooit door een astronoom opgeschreven dat je minstens 450 sterren nodig hebt om verwondering te voelen over de kosmos. Nou, daar zitten wij dus heel erg ver onder. Ik heb geen idee hoe die aan het cijfer komt. Ik vind het wel mooi. 450 sterren. Dat zou een streven moeten zijn. En dat is natuurlijk eigenlijk de enige wildernis die we nog hebben in Nederland, is de wildernis boven ons hoofd. Maar die zien we niet meer. Maar goed, we zijn een van de ergste lichtvervuilde landen ter wereld. Maar het probleem is niet aan ons voorbehouden, want 99% van de Europeanen leeft onder een lichtvervuilde hemel. En we verliezen eigenlijk op elk continent in heel snel tempo de nachtelijke duisternis. En het treurige is dat we het gewoon niet merken. We hebben het natuurlijk heel vaak over veranderingen, over urgente zaken. Dingen die plotseling veranderen krijgen onze aandacht. Maar dit is de afgelopen decennia gebeurd zonder dat iemand het erover had. En het is echt volstrekt absurd. Je moet voorstellen dat millennia lang hebben we naar boven gekeken. En hebben we ons verwonderd. Het is de bron van onze wetenschap, van onze verbeelding. Het zijn de oudste verhalen van de mensheid, sterrenbeelden. Die ons verbinden met al die generaties voor ons. En we hebben het gewoon gepresteerd om de eerste mens te zijn zonder sterrenhemel. Het is zo, als ik daar te lang over nadenk, dan, ook als je met dit onderwerp bezig gaat, je kan gewoon niet meer in de trein zitten. Elk sportveld wat je ziet, zit je zo. Maar zet de lampen uit, ook in uw tuin. Maar goed, we merken dat ook niet, omdat dat noem je dan transgenerationeel geheugenverlies. Dus elke generatie groeit op met minder duisternis, minder sterren. Maar je weet niet precies hoe het was. Dus je mist eigenlijk, je snapt niet zo goed wat je verliest. En dat gaat met heel veel zaken gaat dat zo. Nog heel kort over die lichtvervuiling. We verliezen natuurlijk veel meer dan duisternis alleen, of dan uitzicht alleen. Het is ook heel slecht voor ons bioritme. Daar wordt momenteel veel onderzoek naar gedaan. Het verband tussen bepaalde ziektes en overmatig kunstmatig licht. En het is heel slecht voor ons ecosysteem. De grote insectensterfte momenteel, die wordt deels veroorzaakt door lichtvervuiling. Omdat die insecten natuurlijk eindeloos rond die palen en dan vallen ze gewoon dood neer. En zo zijn er talloze dieren die enorm veel last hebben van het licht. Nou, duisternis is hier heel schaars, maar in het stadsbos bij mij om de hoek vind je dus een van de donkerste plekken van de stad. En dat is heel grappig, ik kwam daar toevallig achter toen ik een avond wandelde. En ik ging van het verlichte fietspad zo'n sprokkelhout paadje in en ik zag echt plotsklaps geen hand voor ogen. En dat is dus een hele gelaagde begroeiing. Dus die houdt eigenlijk, als er bladeren zijn, al dat licht tegen. Dat was een hele kalmerende ervaring toen ik zo dat bos instapte. Eerst was er even paniek, maar toen dacht ik, oh ja, maar als ik niks zie, dan zien ze mij ook niet. Dat blijkt ook uit heel veel onderzoeken, dat je eigenlijk veiliger bent in veel gevallen in het donker. En het gekke was dat ik me op het onverlichte pad veel meer onderdeel voelde van mijn omgeving dan onder de lantaarnpalen. De wereld voelde, gek genoeg, groter dan toen ik in het licht liep. En er is een mooi gedicht van Rilke over duisternis, waarin hij ook zegt van het vuur, dat toont je de plek waar je bent, maar het donker toont je de wereld. Want in donker zie je niks, dus zie je alles. En ben je nergens, en ben je overal. En die ervaring had ik ook heel erg, dat ik dacht, oh, ik ben ineens in de wereld. Omdat ik niet meer alleen maar op mijn plek was. En het gek is, ik ken dus dat stadsbos, ken ik echt als mijn broekzak. Maar toch kon ik er de weg kwijtraken, omdat 's nachts alles anders is. De vormen, de geuren, de afstanden. En inmiddels loop ik er veel vaker 's nachts. Ik word wel eens overvallen door de idiote gedachte dat het bos met het inzetten van de duisternis wordt verruild voor een ander bos. Wat veel groter is en mysterieuzer en ondoordringbaar. Maar duisternis verandert de wereld volledig. Het geeft je eigenlijk de gelegenheid om het alledaagse op een volstrekt nieuwe manier te ervaren.
het vertrouwde als vreemd te beschouwen. En ik denk dat duisternis in dat opzicht ons ook enorm kan helpen om los te komen van allerlei dingen die wij heel normaal vinden. Dat we die als vreemd kunnen leren beschouwen. Bijvoorbeeld de mythes waarnaar we leven. De mythes van licht en snelheid en van controle en eeuwige groei. Als er één ding niet is 's nachts, dan is het controle. Je hebt eigenlijk alleen de volgende stap waar je iets van weet en verder niks. En het grappige is dat ik loop nu met kleine groepjes en ik merk dat je ook elkaar heel anders ervaart 's nachts. Je ogen zijn het meest veroordelende zintuig. En als je met een groepje door het donker wandelt, dan heb je eigenlijk geen idee wie wie is. Soms heb je ze even gezien aan het begin, maar soms ook niet. En het is heel raar, je loopt eigenlijk met een paar schimmen zo. Dus je voelt wel wie waar is, als het heel donker is. En je gaat heel anders communiceren. Het wordt veel zoekender en voorzichtiger en tastender. En ik heb steeds vaker de fantasie, sinds ik dit doe, om bepaalde hele ingewikkelde gesprekken ook in het donker te gaan voeren. Omdat je zo anders praat met mensen als je ze niet ziet. Dat is echt ongelooflijk. En ik heb dus in dat donkere bos eigenlijk het gevoel alsof ik veel dichter bij de polsslag van onze tijd kom. Dichter bij de wereld zoals die werkelijk is. Omdat ik me meer in verbinding voel met de duisternis die door het alledaagse heen schemert. De duisternis die ons voortdurend tegemoet komt in klimaatrapporten, in het dagelijks verdwijnen van dier- en plantsoorten en de groeiende onleefbaarheid van de planeet. Dat donkere bos, waar ik dus alleen maar schuifelend doorheen beweeg, dat brengt me eigenlijk zonder omweg, dat zei ik net al, van op de plek waar ik ben. En heel erg ten volle aanwezig, zeg maar, in een breekbare wereld. En omdat je zelf veel kwetsbaarder bent en heel aanwezig, ben je gek genoeg ook veel meer verbonden met de kwetsbaarheid van de wereld. Ik vind het heel moeilijk uit te leggen, merk ik, maar is het duidelijk? Ja, oké. Goed. En ik zou zeggen, probeer het eens. En ja, je had het net over andere taal, nieuwe taal. En toen dacht ik aan een woord wat ik een aantal keer heb gehoord van nachtwandelaars. Die vertellen mij dan dat hun ouders of hun grootouders vroeger schemerden. Ik weet niet of jij kent dat? Ja, dus dat was dan gewoon zitten voor het raam en kijken hoe het de dag nacht wordt. Wat ik echt een fantastisch, ik denk dat woord moet terug. En eigenlijk zou dat gebruik ook terug moeten komen. Maar goed, het was dus die zoektocht naar het licht van de sterren dat me bij die duisternis bracht. En in die duisternis vond ik wonder boven wonder weer licht. Sterrenbeelden in de modder. Een constellatie van tientallen exemplaren van de Lampyrus noctiluca, oftewel de grote glimworm. En het was een hele vervreemdende ervaring, want ik ging dus van het licht naar het donker kwam ik in het licht terecht. En van de sterren naar het bos kwam ik weer bij de sterren, maar dan rond mijn voeten. En ik had het gevoel, nou, een beetje alsof een soort van droom ineens werkelijkheid wordt. Alsof ik door mijn eigen verhaal zakte, zeg maar. En in een nieuwe laag van de vertelling kwam. Of verzeild was in een soort lemniscaat van donker naar licht naar zo. En dit keer vielen dus niet de sterrenstelsels van de Hubble-telescoop samen met het mooiste scheppingsverhaal dat ik ken, maar een groep insecten in de natte grond. En na die ontmoeting bleven die groene lichtjes de hele tijd door mijn hoofd spoken. Ik ging heel snel terug het bos in, maar ik zag ze niet meer. Het bleek al uitzonderlijk dat ik ze überhaupt had gezien, want het was oktober en normaal zijn ze maar tot uiterlijk september actief. Dus ik moest mijn glimwormervaring eigenlijk tot de volgende zomer allemaal tweedehands opdoen. En ik heb een winter en een lente lang elk verhaal, elk artikel, elke snipperinformatie gelezen die ik over ze kon vinden. Je zou kunnen zeggen dat het een obsessie werd. Ik las onderzoeken van zowel de Romeinse Plinius de Oudere, eerste eeuw na Christus, heeft heel veel mooie dingen over glimwormen geschreven. Hij noemde ze de Pleiade rond je voeten. En een van de mooiste dingen die de natuur ons heeft gegeven. Ik las onderzoeken van de Universiteit van Antwerpen, 2000 jaar later. Nou, het voert te ver om alles hier te delen. Als iemand interesse heeft in glimwormen, meld je bij mij. Ik vind niks leuker dan heel lang over glimwormen praten. Maar in 2 millennia is één ding in elk geval niet veranderd. De glimworm blijft een raadselachtig sprookjesdier. Er is eigenlijk nog steeds heel weinig bekend of heel veel onbekend over de glimworm. En ze zijn zo raadselachtig dat er nog steeds heel veel mensen zijn die niet geloven dat ze echt bestaan. Dat vertelde een hele beroemde Amerikaanse glimworm-expert in een podcast. Die zei van, elke dag ontmoet ik weer mensen. Hè, bestaan die dan echt? Het is dezelfde familie als de vuurvlieg. Ik weet niet of jullie dat wisten. Maar. En het zijn eigenlijk kevers, geen wormen. Niemand weet waarom ze wormen heet.
Maar het grootste glimworm-inzicht, dat kreeg ik dankzij het gedicht The Mower to the Glowworms van de Engelse dichter Andrew Marvel. Die leefde in de 17e eeuw. Hij noemde ze landkometen. Dat vond ik ook mooi. In het gedicht beschrijft hij een man die met een gebroken hart door de bossen dwaalt, vergezeld door het zachte licht van Ye Country Comets that portend no war nor prince's funeral, shining unto no higher end than to presage the grasses fall. Wat hij eigenlijk schrijft is dat die kometen aan de hemel, die werden gezien als voorbodes van grote historische gebeurtenissen, dus een prins of een begrafenis van iemand belangrijks. Maar deze blubberkometen die verwijzen eigenlijk alleen maar naar het tijdstip waarop je het gras moet maaien. Want het was vroeger algemeen bekend, als de glimwormen komen, dan moet je het gras maaien. Dus een heel onopmerkelijke seizoensarbeid, het doodgewone leven. Daar herinneren ze ons aan. En ik dacht, ja, misschien is dat wel waar het mysterie van de glimworm in schuilt. Dat we de grootste wonderen kunnen aantreffen met een teneergeslagen blik. Je zoekt de sterrenhemel en je vindt hem in de modder. Die glimwormen van Marvel die wijzen hem helemaal nergens heen. Waar de hemellichamen ons eigenlijk altijd hebben geholpen met navigeren. Tot nu, we navigeren nu niet meer op de sterren. Maar bestaat dit aardse firmament uit dwaallichten? Dus eigenlijk bijna alle verhalen over glimwormen, gaat het ook over glimwormen die je op een dwaalpad sturen. En ik vond dat gek genoeg ook heel goed bij deze tijd passen. Van, oh ja, we hebben geen sterren meer om de weg te vinden, maar we hebben wel glimwormen om te verdwalen. En misschien is dat wel precies wat we nodig hebben. Niet langer recht op de dingen af, maar dwalen, verdwalen en daarmee tevreden zijn. Nou, ik heb dus lang gewacht voordat ik weer kon zoeken naar de glimwormen. En na maanden wachten zag ik ze op een avond in juli weer voor het eerst. Ik was al best vaak het bos ingegaan, steeds voor niks. Maar nu was het raak. Of eigenlijk moet ik niet zeggen ze, want ik zag ze niet. Ik zag haar. Het was namelijk één glimworm. Ik heb heel lang gezocht. Je moet echt heel goed kijken, want het is een heel zacht licht. Dat is een onooglijk gloeien tussen de wortels van een grote iep. En ik zie die en ik ga op een boomstam vlakbij zitten, hopend dat het de voorbode is van een hele kolonie. Bleek niet zo te zijn. Maar dit eenzame exemplaar, dat blijft dapper gloeien en doven. En na alles wat ik erover las, heb ik daar op die boomstam het gevoel dat ik dat kleine dier begrijp. Oh, ik vergeet al mijn slides. Lichtvervuiling? De glimworm. Zoveel had ik er ook weer niet. Die lichtvervuilingen, die hebben jullie gezien. Hè? Heel erg, moeten weg die zijn. En dit is de glimworm. Zo lief. Dus na alles wat ik erover las, heb ik het gevoel dat ik dit kleine dier begrijp. En dan niet op de psychologische manier waarop we mensen soms begrijpen. Het is een dieper begrijpen waarvan ik eigenlijk niet eens weet of het wel mogelijk is. Misschien kun je zeggen dat het kennen is. Op een bepaald niveau kennen. En dan heb ik de gewaarwording dat deze glimworm naar mij seint. Ze zijn, hè? Zo communiceren ze. Dat haar koude licht een boodschap is voor mij. De glimworm seint haar onsentimentele licht en ik versta ontheemding. Ontheemding, maar ook de zekerheid dat er ondanks al het verdwalen iets is dat de weg wijst. Ook al stuurt het je regelrecht de struiken in. Ik versta, we zullen niet weten of er licht is aan het einde van deze tunnel, maar er is licht in de tunnel. Het brengt je nergens, behalve dan op de plek waar je bent. Ik versta, dit is wat het is. Dit niet weten waar het heen gaat. En ondanks dat toch gloeien in het donker. En daarna een lange winterslaap, waaruit hopelijk, als de omstandigheden het toelaten, een volgende generatie ontwaakt. Dank jullie wel. Dankjewel, Marjolein. We praten erover door met ons drieën. En de parallellen dienen zich aan, dat heeft u vast ook al genoteerd. In gesprek zijn met de zee, in gesprek zijn met de glimworm. Een nieuwe taal vinden daarin. Maar daar komen we misschien zo nog wel even op terug. Ik heb één vraag nog aan jou, Marjolein. Een van de dingen die je ontdekte in de ruimte, van je, onderdelen van je zoektocht, loopt langs het wat we noemen het overzichtseffect. Je hebt het nu niet genoemd, maar als een astronaut de ruimte in wordt geschoten en hij kijkt om en hij ziet opeens de aarde als een bolletje,
hangend in dat onmetelijke zwart, dan wordt hij bevangen door liefde. Kennelijk omdat hij of zij de gewaarwording heeft van een eenheid. Jij bent op zoek gegaan naar dat overzichtseffect. Het liefst zou je het zelf ook hebben. Heb je het alles gevonden? Ja, ik denk ook niet. Kijk, ik gebruik mijn boek natuurlijk om dat verhaal om iets te vinden wat je in de ruimte, wat je natuurlijk ook op aarde kunt vinden. Ik denk dat... Natuurlijk. Is dat zo zeker? Nou, natuurlijk. Maar er zijn allerlei manieren waarop je de totale verwevenheid kunt zien van het systeem waarin we leven. Of je enorm verbonden kunt voelen met de plek waar je bent. En ik denk dat Arita's reis daar ook een voorbeeld van is. Dat er verschillende reizen afleggen. En dat ik vond zelfs het overzichtseffect interessant, omdat die astronauten vaak bepaalde... Nou, dat, in ieder geval van oudsher waren dat bepaalde type mannen. Het waren namelijk altijd mannen. En die gingen dan naar boven en dan zagen ze dat en dan kwamen ze terug. En dan mochten ze ook nooit meer het leger in, omdat ze waren unfit for fighting. Omdat ze dat hadden gezien. Ze hadden gewoon gezien van ja, dat slaat helemaal nergens om. En dat vond ik zo interessant. Dat je dus, en dat is niet dat ze dan één keer naar de aarde keken en altijd veranderd waren, voor altijd veranderd waren. En ze waren ook niet allemaal zo veranderd. Maar er was wel echt een overlapping. Ja. Dus daar moeten we een beetje naar op zoek. Misschien. Jij voert je reis door de ruimte. Arita is de woestijnen geweest en de steppen van Siberië. Uiteindelijk komen jullie terug en zoek je het dicht bij huis, in het bos, in de nacht van Amsterdam-Noord. En jij schrijft Paradijs in de polder. Sleutelwoord volgens mij voor jullie allebei is zintuigen. Het lichaam en de zintuigelijke ervaring. Hoe belangrijk zijn die eigenlijk? En is dat niet een van de meest onderschatte elementen in ons bestaan? En Rita? Ja, er is nog wel een woord wat wij gemeenschappelijk hebben, verwondering. Maar over die zintuigen, dat heeft me inderdaad ook verbaasd hoe weinig aandacht daarvoor is. Want, en wat ik eerder zei, hè, van zonder lichaam geen wereld. Als je daar goed over nadenkt, dat zegt alles. En ik beschrijf het ook in het boek van, eigenlijk zijn wij continu dat bolletje wat 1,5 meter boven die aarde zweeft. Hier gebeurt het allemaal. En we vergeten dat die voeten dingen waarnemen, dat je dingen hoort en ruikt en... Ja, het is heel fijn als je dat er ook bij betrekt. En dan ben je een completere mens, zal ik maar zeggen. Dat hebben we in ieder geval. Als we de toekomst met een open vizier tegemoet willen treden, dan zullen we die zintuigen veel meer moeten inzetten. Ja. En, want nou, wat betekent dat eigenlijk dan? Nou, misschien kan ik het in mijn geval uitleggen aan die kaarten die ik probeer te maken. Hè. Dus kaarten waarin niet alleen staat waar de weg loopt en wat voor grondsoort hier onder in de aarde zit. Maar gewoon door, ja, net eigenlijk als alles wat leeft, gewoon ergens te zitten. En je oren als hertenoren, weet je wel. Gewoon te luisteren en geluiden en geluiden tussen de geluiden. Maakt dat je in de wereld bent. Wij denken die wereld de hele tijd. Maar je voelt hem ook en je hoort hem ook. En als je... Ja, ik ben niet zo'n profeet die zegt, als je nou maar dat en dat doet, dan komt het allemaal goed in de wereld. Maar ik vind het zo jammer dat het kennen van de plek van een bos bijvoorbeeld, hè, daar inderdaad 's nachts lopen. Of ik was pas één foto bij van klimaatdichters aan zee. En hebben heel lang in die zee gestaan en in die zee gespeeld. En dan voel je ruikt, je hoort, je kan het ook niet zo goed in woorden vatten. Dat proberen we wel, maar je bent dan... in gesprek met die zee en met je omgeving. Dus die zintuigen, wat mij betreft, essentieel om je, die relaties die er continu zijn, om die ook gewaar te worden. Ik fiets altijd in het donker. Ik heb geen licht op mijn fiets. Ja, dat is natuurlijk krankzinnig, maar dat is waanzinnig goed, weet je. Dat is ook een manier van trainen. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld door een bos fietst, zonder licht, je ziet niks. Dan moet je opnieuw beginnen. Want dat is toch ook, denk ik, een van de sterkste sensaties in het bos, in de nacht. Ja, zeker. Ja, ik had nu niet heel veel tijd om daarop in te gaan. Maar als je dus 's nachts door het bos loopt, dan... er zijn vast meer mensen hier die wel eens een nachtwandeling hebben gemaakt. Maar je zintuigen worden veel meer aangesproken. Echt veel meer. Je gaat veel meer ruiken en horen. En ook wat Arita zegt, je gaat eigenlijk echt met je voeten voelen waar de weg is. En je gaat wel langzaam meer zien. Je hebt ongeveer 1,5 uur nodig om te wennen aan het donker. Als je niet ondertussen op je telefoon kijkt.
Ja, maar dat doen heel veel mensen. Ja? Ja, dus een foto maken van het donker, zeg ik, ja. Je ziet niks. Of bijschijnen, misschien ook wel. Ja, maar dat mag, dat is ten strengste verboden tijdens onze wandeling. Heeft het jouw zintuigelijkheid versterkt? Dus niet alleen in de nacht in het bos, maar ook overdag, zoals we hier zitten? Nee, ik vind het overdag heel moeilijk om op die manier aanwezig te zijn. Dat lukt me echt niet. Het is gewoon zoveel ruis en zoveel afleiding en zoveel licht. Dus... Moet je dit lezen? Ja. Nee, schat aan oefeningen ook, hè? Allemaal oefeningen eigenlijk om dit voor elkaar te krijgen. Met je op je blote voeten gaan lopen, dingen aanraken. Ja, maar dat is allemaal wel zo. En ik zeg ook in mijn boek, want soms denken mensen ook, oh, maar jij hebt dus een onwijs kosmologisch bewustzijn en je bent helemaal in lichtjaren, heeft niemand haast, oh, je hebt geen haast en zo. Maar het is natuurlijk zo moeilijk. Je kunt dit allemaal onderzoeken, maar je leeft in deze wereld en die is heel ingewikkeld bedraad, zeg maar. En daarom denk ik dat het zo belangrijk is dat we allemaal dit soort verhalen gaan delen, om samen te kijken van hoe kunnen we dat anders bedraden, zodat je niet... Want nu onthaasten is een voortdurend gevecht tegen je omgeving. Want als je één dag niet terugmailt, gaan mensen al bellen van wat is er met je? Je moet de hele tijd moet je eigenlijk verexcuseren dat je niet meereest, zeg maar. Dus dat is niet zo makkelijk. Dat is niet dat je daar met één boek volgens mij bent. Ik weet niet of onderbreek me als je zegt, als je denkt, zeker. Klopt niet. Hè? Ja. Maar ik wil even terug naar Papua-Nieuw-Guinea en de mensen daar. En ze lopen op blote voeten. En ik liep op schoenen en ik viel dus steeds. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik doe die schoenen gewoon uit. Maar blote voeten ging me nog net te ver. Maar dan ben ik op mijn sokken daar gaan lopen. En dan voel je dus al die boomstronken. En dan loop je door blubber heen en dan ga je een rivier door. Ik vond het een sensatie, want opeens wist ik gewoon waar ik was. Maar goed, in Nederland kun je dat niet zo heel makkelijk doen. Maar een ander ding wat mij opviel, en ik had het over decoloniseren van kennissystemen. Nou ja, dat is een heel zwaar woord, maar eigenlijk bedoel ik te zeggen dat er dus zoveel manieren zijn om die wereld te kennen. 'S nachts of hier, met je zintuigen. En dan kom je andere dingen over die wereld ook te weten. En ik zweer dat je ook andere besluiten zult nemen als je met die omgeving steeds in gesprek bent. Is het antirationeel? Jij worstelt ermee, hè? Je bent zelf als bioloog. Ja, dat komt door mij, maar het is gewoon een aanvulling. Dus het is weer het kennen op de materiële aspecten, maar ook het kennen meer op de zintuigelijke manier, het kennen op de spirituele manier. Dat is een lastig woord, maar het betekent, jij bent nu met dat bos, ja, heb je toch een andere relatie dan als ik daar ga lopen. En dat, ik weet niet of je dat spiritueel moet noemen, maar het is een ander niveau dan alleen maar weten hoeveel dieren er voorkomen. Is het zo, Marjolein? Ja, zeker. Maar ik vind het grappig dat je ook die vraag stelt, want dat is heel erg dat soort binaire denken of zo. Ja. Want het is of dat of dat. Maar de vraag kan ook zijn van wat voegt het toe? En ik denk dat het dat veel interessanter is. Natuurlijk is het heel interessant hoe je met wetenschap allerlei fantastische dingen kunt leren en benaderen. Maar ik denk dat er een heel groot besef is dat het niet volstaat. En dat besef groeit, want er zijn heel veel mensen met dit soort dingen bezig. Dus we zijn op zoek naar een soort iets weer heel maken, wat misschien toch is doorgeknipt. En het is niet dat het een het ander, dat nu het vol, weet je, het moet weer plaatsmaken voor iets anders. Maar het gaat om een gelaagdheid en om de erkenning van die gelaagdheid. Ja, en die erkenning, wat jij nu zegt, dat doet me ook denken aan wat mij vaak gevraagd wordt. Dus die man die heel boos op mij werd, omdat ik verhalen wilde horen die niet verteld mochten worden. Later zei ze tegen mij, wat je voor ons kunt doen is, ga terug en vertel over deze plek. En zeg, wij willen dat bos beschermen. Want natuurlijk azen daar allerlei mijnbouwers en zo op. Maar op onze voorwaarden, en wij willen op onze voorwaarden aansluiting vinden bij de moderne wereld. Nou, ik heb 3 jaar gelobbyd. Ik heb mijn longen of mijn stembanden stuk gepraat bij het Wereld Natuurfonds, bij de BBC, bij de IUCN. En het past niet in hun idee van hoe wij dan zo'n bos zouden moeten beschermen. En daar is het ook belangrijk voor, dat die kennissystemen die er zijn, en die heel belangrijk zijn, want zij kennen de wereld als geluid of misschien ook op andere manieren, dat is valide kennis. En wie zijn wij om te zeggen dat ons systeem alles andere overruled? Dus nee, ik pleit voor, de wetenschap is fantastisch en er zijn andere manieren om de wereld te kennen. En laat mensen in godsnaam het doen zoals zij vinden
dat het bij hun cultuur past. Maar ze vinden het wel heel moeilijk om ze met elkaar te combineren. Jij worstelt er ook mee in je boek. Hè? Dat is niet zo evident om die twee wereldbeelden of die tientallen wereldbeelden met elkaar te verbinden. Nou, het is eigenlijk wel heel evident om te doen. Het is alleen in de praktijk lastig. Ja? Omdat het gewoon een ingewikkelde tijd is om überhaupt gelaagd te leven, toch? Dus er is zoveel haast, er is zoveel stress. Ja. En ik denk in elk geval voor veel mensen hier, de enorme burn-out-epidemie. Dus mensen voelen niet die ruimte en die vrijheid om op die manier te leven. Maar Marjolein, zou het dan zo kunnen zijn, hè? Wij zijn verhalenvertellers ook. En wat ik eerder zei, je kan het vanuit het probleem benaderen, maar je kan ook zeggen, er zijn dus meerdere werkelijkheden. En ik voelde mij na Papua-Nieuw-Guinea echt een soort Alice in Wonderland. Omdat ik dacht, ik heb heel even ervaren dat ik in een ander konijnenhol zat. En ik denk, verrek, in Nederland zitten we maar in dat ene hol. Dat loopt vol met water. En we trappelen water, trappelen en zo. Ik denk, maar we kunnen echt in een ander konijnenhol duiken als je een ander verhaal als uitgangspunt neemt. En moet je daarvoor, want het is toch een opvallende parallel tussen jullie beide ervaringen, is moet je weggaan? Moet je weggaan hier vandaan? Van de aarde afgaan, uit Nederland verdwijnen, ver weg, zo ver mogelijk weg, daar waar je in gevaar bent. Om iets, een glimp daarvan te kunnen opvangen. Het zou heel sneu zijn als iedereen de woestijn in moet gaan. Nee, maar het is wel sterk aan jullie. Ja, aan jullie. Maar dat is onze weg. Maar er zijn natuurlijk talloze andere manieren om, nou, vraag het aan de zaal, om datzelfde. Ja. Sommige mensen zeggen, wat jij mij vertelt, dat vind ik aan de zee of als ik op mijn yogamatje zit. Ik zeg, ja, ik moet toevallig, doe ik het anders. Maar we komen dan via allerlei wegen tot die verwondering en tot die conclusie dat het toch heel sneu is dat zo'n, ja, zo'n monocultuur is van denken en doen. Ja, en wat jij nu zegt, wat ik nou zou willen aansluiten, is eigenlijk interessant volgens mij als iedereen voor zichzelf bepaalt van hoe wil ik met de wereld praten. En dat kan je dus doen door de woestijn in te gaan. Je kan het doen door met exoplaneten bezig te zijn. Of een nachtwandeling te maken. Maar ik denk dat voor iedereen geldt dat er een manier is waarop je het beste kunt praten met de wereld. En ja, dus wat dat betreft, soms moet je misschien weg. Je hebt mensen die altijd de zee in willen. En wie weet waar dat vandaan komt. Ja, we zeggen steeds, taal is zo belangrijk. Maar as we speak, denk ik, moeten we dat niet vooral zonder taal doen? Het trof mij dat je het had over schemeren. Ik doe dat dus ook. Ik zit echt soms. Maar je kan toch ook een taal vinden? Een half uur te kijken. Ja. Alleen maar te kijken. En je ziet en je ervaart dat het licht minder wordt. Dat is een waanzinnig mooie sensatie. Mm-hmm. Taalloos. Hebben we die taal wel nodig? Of moet je juist eromheen? Ja, dat, allebei. Je kan er zeker ook omheen. Ja, allebei. Muziek. Zoals in Siberië, de keelzangers, hè, boventoon zingen. Ze zingen dat landschap. Wij denken vaak dat het hele psychedelische muziek is. Maar dat is puur het landschap. Maar ik zie ons dat niet zo snel doen. En wij uiten ons toch in taal. En ik ben heel erg bezig met beleidstaal en hoe rapporten geschreven worden. En met bestuurders en zo. En ik heb toch dat idee, over 10 jaar is het anders. Dan is die taal zo veranderd dat daarin relaties tot uitdrukking komen. Het kan zeker ook anders. Maar die taal is toch een veelgebruikt vehikel. Ja, je bent. Ja, en vergeet ook niet dat is wat ons verbindt als groep heel erg. Ja, je kan dat ook zingend of dansend doen. Maar taal is natuurlijk een heel krachtig middel, omdat we daarmee verhalen vertellen. En als je zegt, ik ga schemeren, en je kunt dat zeggen tegen iemand, dan kun je het ook samen doen of zo. Je kunt daar mensen meenemen in die taal. Nou ja, jouw avonturen zijn wel heel erg in je eentje. Hè? Jij bent echt ongelooflijk alleen in die woestijn, vind ik. En dat is wel een verschil tussen jullie, want dat heb jij volgens mij veel minder. Ja, maar dat vind ik dan ook wel heel leuk. Dat dat er zoveel manieren zijn om tot hetzelfde te komen. Maar ja, ik vind het leuk om op dat randje te lopen. Dat zal ik ook niet eeuwig blijven doen. Ik zal er ook wel een keer afdonderen misschien. Maar wat ik wilde vragen was, dan begint de eeuwigheid pas echt natuurlijk. Wat zeg je? Dan begint de eeuwigheid pas echt natuurlijk. Ik heb geen probleem met van de randje afvallen. Maar mag ik iets van de zee voorlezen? Want je hebt het over taal en hoe moeilijk het is. Maar dat taalalgoritme, dat bedenkt het waar je bij staat. Nu begint het, hè? Nu begint het. Wat zeg je? Nu begint het. Ja, nee, maar ik heb het speciaal meegenomen omdat daar zinnen
uit voortkomen. En dan merk je wat taal doet. Dus ja. Dit is zeg maar de taalmachine die namens de zee leert spreken. En die heeft dan woorden die kennen wij niet. Bijvoorbeeld het woord huwzeligheid. En dan zegt de zee ook, wij zijn pulserend leven. Of zinloos nood. Of het wiegende ontbreekt. En de laatste dan, trillende markeltjes. Of nabijtij. Nou ja, dus het is mogelijk met verbeeldingskracht. Want ik denk dat we daar elkaar wel vinden. Zonder verbeeldingskracht kan je je niet een toekomst voorstellen die anders is dan of een voortzetting is van wat wij nu kennen. En als je, ik kom even meer op jou, als je daar een ander beeld van kunt schetsen, dan kun je dat ook naar je toe halen. En daarvoor kan je, dat kan met taal, maar dat kan ook met andere manieren natuurlijk. Nou ja, ik denk, dat ben ik natuurlijk ook van harte met jullie eens, totaal, dat we verbeeldingskracht nodig hebben. Zeker als je vandaag in de krant leest dat de uitstoot van CO2 met 4% wereldwijd is gestegen. Dat is allemaal wetenschap. Wij worden gek van alle wetenschap, volgens mij. We hebben andere dingen nodig. Inderdaad, beelden. Wat jij zei, vond ik zo mooi. Stel je, als het gaat over de bezielde natuur. Dat vinden we best lastig. De berg praat met mij, of juist niet. Maar bij kunst doen we niet anders dan daarmee spelen. Ik vond dat een hele een eye-opener, moet ik je zeggen. Jij ook? Ja, zeker. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als kunst dan ook een wat serieuzere rol zou krijgen. Omdat het nu wel vaak wordt gezien als vermaak. Of als, weet je, je gaat er naartoe, je neemt het tot je en je gaat weer weg. Of zo. Maar het is niet een heel... Maar daar gaan we toch niet op zitten wachten? Want we krijgen dat echt niet. Nee. Ik ga nergens op zitten wachten. Maar ik denk nog niet dat nu, dat zeg maar... Wat kunst nu is, ja inderdaad, er worden dat soort dingen gedaan. Ja. Maar het heeft nog niet het gewicht wat het zou moeten hebben. Omdat andere dingen nu het gewicht hebben. En hoe krijgt het dat? Wat is daarvoor nodig om dat dan wel toe te eigenen? Ja, ik denk dat je dan dan moet je een heel, heel ander systeem optuigen. Dan moet je eerst ontzettend veel ontmantelen. Goede verhalen vertellen, denk ik ook. Ja, maar ik denk dat ook... Een cultuur verandert ook altijd langzaam, hè? Dat is bijna nooit overnight. Zelfs met een revolutie zitten heel vaak 2 maanden later... zitten weer dezelfde mensen op dezelfde plek. Dus dat gaat, denk ik, geleidelijk. En ik denk wel dat het helpt om met elkaar te praten over andere verbeeldingen van waar we naartoe zouden willen. En om nieuwe woorden te zoeken. En ja, dat denk ik. Nieuwe wegen in onze gedachten te... Ik was vandaag op station en dan zag ik een poster. Daar heb ik er nog een foto van gemaakt. En daar werd het hele klimaatprobleem teruggebracht tot CO2-uitstoot. Ja. En dat is denk ik waar we het over hebben. Dan staat er, als je met de trein gaat, stoot je zo en zoveel CO2 uit. Pak je het vliegtuig, zo en zoveel. Ik denk, en daar gaat het mis. Dat wij dat vereenvoudigen tot uitstoot. Maar het gaat over onze relatie met de wereld en de grondhouding die je hebt. En als je dat verandert, dan kom je ergens anders uit. Ja, en het zit misschien ook al in dat wij zeggen klimaatcrisis, alsof het klimaat een crisis heeft. Maar het is natuurlijk onze crisis. En dat is, ja, dat lijkt evident, maar het is toch gek. Dat zit dus in onze taal, zit dat denken heel erg verankerd. Zoals wij het ook hebben over onze relatie met de natuur. Maar het is alsof wij er buiten, alsof wij mensen zijn en dan heb je de natuur en dan is er een relatie tussen. Maar wij hangen gewoon uit het lood, uit onze hengsels volledig, denk ik. Dan begint het ook al anders te denken als je dat soort termen herijkt, denk ik. Ja. En uiteindelijk gaat het over het paradijs. Niet waar? Nee, zeker niet. Bij Arita wel. Zoek toch naar het paradijs in de polder. Ja. En jij hebt het over een antwoord vinden op de gebrokenheid. Ja. Dat is toch het paradijs? Ja, maar dat paradijs doe je alsof er een eindstation is. Maar het gaat natuurlijk om... Waar het volgens mij om gaat, is waar we het ook steeds over hebben, is dat je een mentaliteitsverandering nodig hebt. Een andere manier van leven. Daar kun je misschien langzaam met z'n allen in groeien. Daar kan je best hoopvol over zijn, want mensen kunnen dat. En wat ik mooi vind aan bijvoorbeeld die scheppingsmythe die ik noemde in het begin, wat ik niet vertelde nu, is dat die scherven... Die scherven zijn allemaal uit elkaar gevallen en die zitten dan in alles. Maar er zit ook een opdracht aan vast. En dat is dat je de scherven aan elkaar moet leggen. En dat je eigenlijk moet leven vanuit een filosofie van herstel. En zoiets bijvoorbeeld, dat je kan zeggen met z'n allen, bij alles wat je doet vraag je af, herstelt dit iets? Werkt dit aan herstel mee of aan vernietiging? Ja, dat kan altijd een vraag zijn als je iets doet.
oh ja, is het herstel of is het vernietiging? Ja, maar maakt het ook minder ambitieus of minder onmogelijk? Ja, minder onmogelijk, want dat kan. Je kunt leven vanuit herstel. En nog één ding wat ik net niet heb gezegd, wat ik wel leuk vind, omdat ik hoop dat iedereen nu de nacht ingaat, is dat de nacht ook eigenlijk van oudsher heel erg werd gezien en in heel veel culturen als een periode van transformatie. Dus ik denk dat het feit dat wij de nacht kwijt zijn, betekent ook dat wij als cultuur onszelf het gereedschap hebben ontnomen om te transformeren. Want de nacht was het belangrijkste moment voor transformatie. En dat is natuurlijk nog steeds een beetje zo, want we dromen 's nachts en we reizen door de tijd en zo. Maar 's nachts kon je, ik bedoel die verhalen van weerwolven, van 's nachts kon je iets worden wat je overdag niet was. En dan waren er nieuwe mogelijkheden. Die moeten we open zien te houden. Heb jij tot slot dan de toegang tot het paradijs al gevonden? Ja, ik vind, het bracht me op een heel belangrijke richtlijn die in de Altai, in Siberië, die mensen hanteren. Omdat we het hadden over, is wat je doet, is dat helend of niet? En daar is een van de richtlijnen, doe alleen wat betekenis heeft. Dat is wel een groot probleem, denk ik, als we dat zouden doen. Maar ik bedoel, voor een hele hoop mensen. Want dan, maar gewoon als je dat af en toe door je hoofd laat gaan, wat ik nu doe, heeft dat betekenis? Dan komen we dichterbij. Dat is een mooi amen, toch? Het gaat erom om de mogelijkheden en de toekomst open te houden. In ieder geval is het jaar van Spui 25 nu geopend. Dankzij jullie, met jullie buitengewoon inspirerende verhalen. Want daar kan ik me alleen maar bij Barbara aansluiten. Dat het fijn is om jullie te mogen volgen. Dankjewel, Marjolein en Arita. Volgens mij is daar een boekenstal. Zowel Arita als Marjolein gaan signeren. Ik zou niet aarzelen, want het helpt enorm om de verbeelding te stimuleren om hun werk te lezen. En daarna is er dan een borrel en die is daar... Nee? Signeren is in de zaal tijdens de borrel. Ja, het was een grapje, Barbara. Het was een grapje, maar het gebeurde dus allemaal tegelijk. Dat kunnen we wel. Dames en heren, ik wens u nog een fijne avond en dank u wel.